Fine Creator hier op je beeldscherm. En Nederland, de wereld, kijk. Binnen 1 minuut gaan jullie snappen waarom dit land zo verschrikkelijk morsu. Vies, vies, vies zijn ze. Kijk hier NOS. NOS nieuws over het wassen van je vlees of het wassen van je kip. Die vooraankondiging al. Je ziet dat iets niet klopt hier, oké? Kijk. Straks in dit journaal. Een kwart van de Nederlanders schijnt dit te doen. Maar het voedingscentrum raadt het af. Waarom? Dat hoort u zo. Eerst een sportje. Ja, de straf. Dat hoort u zo. Oké, luister, luister, luister. De eerste toch? Oh, mensen. Weet je hoe vies, weet je hoe vies, weet je hoe vies, weet je hoe vies. Dat je Simone, of people Simone, zit je daar om dit nieuwsitem te komen bespreken met heel Nederland. Nee, 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 nee. Zet iemand anders, zet iemand anders. Ik zet mijn hand. Laten we maar kijken naar wat ze willen ons, de boodschap is van vandaag, want ik ben nog niet daar. Maar voordat je begint, toch? Kijk wat Jeroen begint te zeggen. Goed. En dan, dat rare onderzoek over de kip. Huh? Ik weet dat er intern NOS liegt, niet tegen me. Mensen, ik weet dat er intern een discussie heeft plaatsgevonden daar. Waar Simone te midden van heel veel mensen stond. Hij zegt al een raar onderzoek, toch? Laten we gaan kijken wat ze met ons komen vertellen over het wassen van kip, toch? Kijk, kijk. Ja, we gaan het hebben over het wassen van kip. Het voedingscentrum komt met een advies dat misschien onlogisch klinkt. Was je kip niet voordat je hem gaat bereiden. Veel mensen hebben geen idee dat het wassen van rauwe kip gezondheidsrisico's kan opleveren. Dat zegt het voedingscentrum. Nou, dit moet je dus niet doen, het wassen onder de kraan. Maar ruim een kwart van de Nederlanders doet dat dus wel. Daar waren wij wel een beetje verbaasd over dat het toch zo'n groot aantal was. Want eigenlijk wat je doet, je verspreidt de bacteriën in plaats van dat je de kip veel schoner maakt. Op rauwe kip kunnen ziekmakende bacteriën zitten, zoals salmonella. Door opspattend water kunnen die op andere plekken komen. De bacteriën die op de kip zitten, die verspreiden zich op het aanrecht of in de gootsteen of op de snijplank of op de sla. Dus beter kun je niet wassen, want dan heb je die verspreiding niet. Veel mensen kregen deze gewoonte van huis uit mee, dus is hij moeilijk te doorbreken. En sommige mensen vinden het gewoon lekkerder. Ja, doe je het wel? Pauze! Natuurlijk verspreiden die bacteriën wanneer je onhandig te werk gaat. Ja? Kijk die kraan, kijk die kraan, kijk die kraan. Wagenwijd open. Wagenwijd open. Oh. Wacht even, die mensen die met salmonella zijn besmet, behoren ze tot die 25% die hun kip wast? Of die 75% van niet wassend Nederland kip of vlees die salmonella bacterie oploopt. Ik weet het niet, maar kijk verder. Ja, dan kun je het ook in een schaal met water doen en het voorzichtig wassen, zodat het niet spettert en die kans kleiner wordt dat die bacteriën zich verspreiden. Sowieso is altijd het advies, was alles kijk, waar de kip mee in aanraking staat. Is geweest. Mensen, wanneer wij kip aan het wassen zijn of vlees aan het wassen zijn, al die andere toebehoren, niets is daarvan in de buurt. Onze groente, onze fruit is aan de kant. We zijn gefocust op één taak, we wassen ons vlees. Weten we dat ook weer? We gaan naar het weer, Gerrit Hiemstra. Weten we dat ook weer? Als je gezegd, die level of shades. Die level of shades van Simone. Weten we dat ook weer? Next! Mensen. Was je kip en was je kip veilig hoor. Maar wat mij betreft, ik was mijn kip, snap je? En niet mijn hele keuken zit vervolgens onder bacteriën. Nee hoor. Vies die beesten.